Daar komt er een. Zijn jonge eendjes? Nee, meerkoetjes. Want daar ligt het nest. In de brandmeters ligt er ook een. Lief, hè? Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een 9 juni en we leven om 13:47 en er komt er eentje bij me op schoot. Ja, ja. Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik denk dat we maar eens naar die dieren toe gaan. Ja, het is niet echt heel erg mooi weer, maar ik had er even wel zin om eruit te gaan. Ja, dan nemen we Rijka dus mee. En deze meneer blijft thuis, joh. Die is al de hele ochtend op de kletter geweest en hij is nou net binnen. En Rijke die wou even de tuin in, nou dat mag. En dan pakken we zo meteen de booster. En dan gaan we er lekker vandoor en ik neem deze camera mee. Ja, niet de GoPro, nee, ik geef zin in. De GoPro laten we eens een keertje thuis. Ja, komt alweer een keer wanneer het wat nog mooier weer is, hè? Hey, Kandalfie, joh. Hé, kerel. Nou, 1, 2, op de grond. Je bent nog verdikken mijn lijf of vader te zijn dat het rijk is, joh. Maar oké, ik wens jullie ook natuurlijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beetsenboel. Ik ben nog steeds wel Corina Luisterburg Dion. Ja. Jullie weten al heel veel van me, dus ja, de rest hoeven jullie niet te weten, nee. Enkel dat ik zo heet, maar mijn kanaal heet gewoon Corina en de Beesten, want ik heb toch beestjes, ja. En wat voor beestjes? Lieve beestjes. En dan moet ik uitkijken met mijn stoel onderaan, ik over een kattenstaart. Ken je dat? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet met de dingen wat je zelf gaat doen. Maar geniet ook met ons samen, van onze vlogs die ik in elkaar zet. Geniet van mijn diertjes, geniet van mijn omgeving, geniet gewoon van alles wat jullie van mij krijgen te zien. En hebben jullie vragen, zet het dan hieronder. Ja, en... Vind je het leuk, duimpje omlaag en anders omhoog, mag ook hoor. Maar moet je helemaal zelf weten wat je doet met de duimpje, of je nou naar boven of naar beneden doet. Enkel, ja, op dwars staat hij niet, je kan niet liften. Geen kanten, nee, dat gaat niet. Maar in ieder geval, ja, kijk maar of je het leuk vindt, ja of nee. En geef eens wat reacties weg. En ga eens wat vragen stellen, misschien dat ik daarop voort kan borduren, dat ik daar dingen mee kan doen. Ja, dus vraag is dat vrij, zeker. En nou, ik probeer ook antwoorden te geven, en dat lukt me niet altijd. Maar ik heb nou al een beetje gevonden hoe het moet, dus ja, ik probeer mijn best te doen om iedereen een antwoord te geven. Zeker te weten, dus ja, kom erbij. En geniet. Vragen staat vrij. Je krijgt altijd antwoord. En een leuke reactie vind ik ook hartstikke fijn om dat te mogen lezen. En natuurlijk duimpjes, hè? Allemaal duimpjes. Of ze nou omhoog staan of naar beneden staan, maakt me niet uit als ik mijn duimpjes krijg. Ja. En geniet ook voor jezelf, hè? Vooral blijven lachen. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja. Hé, kindertjes, dieren, poezen, beestjes. Ja, Rijka is nog steeds buiten, dus ja. Maar het komt goed, ik zou zeggen, lieve vrienden. We spreken ons zo meteen elkaar wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Nou, kijk eens, lieve vrienden. Allemaal jonge vogeltjes. Ze zijn al wel gegroeid. Waar zijn ze nou? Dan zie ik het niet meer. Daar komt er een. Zijn jonge eendjes? Nee, meerkoetjes. Want daar ligt het nest. Leuk, hè?
Wel geweldig leuk. Kleine hoopjes. Maar nou zie ik die anderen hier niet meer. Er zijn er twee naar deze kant toe gekomen, maar die zie ik niet. Nou, we gaan er door, want de Rijke die wilde nodig uit. Hé, Rijke? Rijke? Ja, hè? Je belt verder, hè? Op noto aan. Ja, nou, geweldig, toch? Kijk, daar gaat er weer een. Hoe lief. Gesneld weer terug naar de overkant naar mama toe. Geweldig. Nou ja, jullie hebben het gezien. We gaan verder. Nou, lieve vrienden, de schotten zijn weg. Ja, ze zijn helemaal weg. Ze zijn met de bestrating bezig. En het afwerken, dat moet dan nog geschieden hier en daar, denk ik. Maar ja, tot zover is die af. En jullie kunnen mij ook zitten in het raam aan de overkant. Rijke die staat voor de booster. Dus ja, geweldig. Helemaal geweldig. Hij wordt mooi. En dan daar een muur, wat daar dan tussen komt, weet ik ook niet. Misschien plantenbak of ramen, ik weet het niet. Maar ja, we merken het wel, hoe en wat. Dus, komt allemaal goed, lieve vrienden. En dan zijn we bij de Helderse Vallei aanbeland. Oh, mooi, hè? Geweldig. En jullie horen denk ik Rijka, ik weet het niet zeker. En die is nieuwsgierig. Rijka, waar ben je dan? Waar ben je dan? Mooi, hè? Maar ja, we zullen even verder, want daarachter is nog meer diertjes. Oh, kom jij dichterbij? Kom jij dichterbij? Even zien hoe we dat doen. Zo. Wat is dat? Oh, gosje dikkie. Nou, we zullen even die kant op, lieve vrienden. En daar ligt een heel klein hertje. In dat brandnetelstruikgewas. En er loopt dat verderop. Daar zie je er ook nog een. Oh, geweldig.
Daar al in de brandnetels ligt er ook één. Er moet nog ergens eentje liggen, maar waar weet ik niet. Waar ligt die andere? Ze had het over in een greppel of zoiets. Ligt er daar eentje? Ja, hier. In de brandnetels ligt er ook één. Lief, hè? Ja, maar daar ging het er ook nog één. Daar loopt er ook nog heen. Wat is dat, Rijka? Rijka? Waar is dat? Wat is dat, Rijka? Ik wil eens even kijken bij je. Rijka, je naam. Oh god, ze gaat helemaal om me heen. Even terug. Terug. Je doet het zelf. Hup. Die kant dan? Die is het? Maar die is dat meisje? Aan de ene kant zo nieuwsgierig en aan de andere kant zo bang. Hij is verspuugd. Nou, kom maar, lieverd. Oh, god, oh, god, oh, god. Nou. Red ik dat lopend? Ja, maar dat moet wel. En mijn booster die staat daar, hè? Ah, maar die staat, die wil jij er even passen? Oh, ja, tuurlijk, ja hoor. Want, mama, hij kruipt dan alleen maar door dit heen. Waar, welk gras? Ja, hij ligt hier. Echt, mama. Ja, als je daarheen loopt, dan zit hem. Ga maar laat die mevrouw laten zien. Ga maar meelopen. Ja, want ik ben een vlogster. Och jeetje. Oh, wat een snoepie. Oh, wat een snoepie. Moet jij even weggaan, want ik ben aan het vloggen. Dat komt op YouTube. Nou, moet ik zoeken. Ja, ik zie er. Daar ligt een heel klein babytje. Rijka, hier. Wat geweldig! Oh, goeie. Waarom niet? Dan wordt hij bang. Of zij. En dan kom jij ook om te volgen, dat mama, mag niet. En die mevrouw zei ook, ik heb een nieuwe. Kom, kom. Kijk nou even naar zijn hoofd. Kijk, ja. Ik ben nog ingezoomd, geloof ik. Ja. Gaan we weer even uitzoomen. Rijka. Rijka! Mama. Rijka! Hé. Hey.
Rijke, je loopt aan de verkeerde kant. Hé, hey, loop eens om mij heen. Hup, die kant op. Rijke! Ja, dat heet je, hè? Madame. Hé, hey, wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Hé? Ja? Eng, hè? Nou, allemaal vogels. Van, gewone parkieten tot valkparkieten. Hé, hey, je komt niet meer uit mijn woorden. En Rijke die kwam net ook nog in aanraking met oogcontact met een paard. Ja, ik moet zelf niks van een paard hebben en ik zat net op de booster, dus ja. Wat is dat allemaal? Rijke, waar ben je? Kom terug. Oeh, terug. Zo. Nee. Kom, Rijke. Ja, we moeten die 1,5 meter afstand bewaren. Zebravinkjes of zoiets, weet ik veel hoe dat heet. Ik weet niet of jullie hem zien zitten. Ik zie in ieder geval niks zitten. Het is mij een beetje te donker. Ik heb ook nog een zonnebril op. Dus ja. Daar is dicht. Ik mag geen mensen op de vlog zetten, dat is ook logisch. Dit is allemaal naar de grond. Oh, kippetjes. Het blaft om kippetjes. Hier hebben we kalfjes leggen. Geloof ik. Geitjes. Gosje Jackie, kijk dan, wat is dat? Oh, gosje. Oh, gosje, kom dan. Kom dan kijken. Rijka is toch een beetje angstig. Ze wil wel ruiken, maar... Het is allemaal heel vreemd. Wat is dat? Rijke. Wat is dat? Deze kant op. Je mag niet het plein op. Hé, hey, schat. Leuk, hè? Komt op YouTube. Oh, leuk. Ja. Nou, die zet je kont al aan deze kant. Kom, Rijke, kom. Nou, ga zitten. Nou, en daar hebben we beestjes. Leuk, hè? Nou, daar kunnen we niet langs. Dus moet ik achteruit. Dan moeten we draaien. En weer naar de grond. Daar kunnen we ook niet uit. Dan moet ik die kant om. Van de geleerde. Pijltjes volgen. Ja, maar daar, hoe kan ik... Ja, maar ik ga daar er echt niet uit, hoor.
Moet ik het daar uit? Nou, ja, dan moet ik even afsluiten. Beide handen aan het stuur. Nou, en jullie zien het wel. Ik zit even lekker op visite. En jullie kunnen denk ik wel een beetje aan de omgeving zien achter mij. Bij wie? Ja. Bij onze Ruud. Hallo. Ja. Hallo. Hij is niet zo heel erg spraakzaam, maar dat begrijp ik allemaal best. Ja. Ook een rottijdperiode waar die in zit, maar dat komt ook wel weer goed. Maar ik zit lekker aan een, nou ja, dit een keer een beker. Ja, maar ja, het is koffie. Heb je helemaal geen koffie gedronken? De hele middag geen koffie gedronken, zegt hij nou, voordat ik weg ging hakken, rij ik heen hoor. Maar in ieder geval, we hebben het gezellig en leuk gehad, of niet dan? Ik vond het wel en ik heb mijn rotslag om Marijke. Ja. Mijn hemel nog aan toe, hoe leuk. Maar ja, ik zie jullie straks wel weer als we weer thuis zijn. En dan pak ik de camera wel weer eventjes ter hand. En daarna ga ik aan het werk voor de pc. Ja, de televisie lekker aan, lekker genieten weer. En bijkomen van alles. Want, ja, ik heb dit nog aan, want ik heb nog een ander geval om. Dus ja, dat is een beetje moeilijk. Want je kan je tas niet mee met je portemonnee, etc. Want dat hangt dan Rijka in de weg. Nou heb ik een heupgordel om met twee tasjes, wat uitrekbaar is. In de ene zit mijn map met mijn verzekeringspapieren van de booster. En in de andere zit mijn portemonnee. Dat is alles wat je nodig hebt. Ja, sleutels zitten in mijn jaszak, dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei! Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, hè, dat was mijn leuke, gezellige, fijne middag. Samen met mijn lieftallige hondje Rijka. Ja, ik vond het fijn met haar even weer op stap te kunnen zijn. En haar ook te kunnen zien te genieten. En, oh, wat is dit? Oh, wat is dat? Ja, echt leuk. Echt geweldig. Maar ik vond het zelf prachtig mooi. Die veulentjes van die hertjes, hè. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt, maar ik noem het maar even veulentjes. Hertenveulentjes, weet ik veel hoe je dat noemt. Maar in ieder geval, ik vond het geweldig. En ik hoop dat jullie het ook geweldig hebben gevonden om samen met ons daar naartoe geweest te zijn. Naar de Helderse Vallei. Ik maak reclame, maar ik word er niet voor gesponsord. Niks, nee. Maar ik vond het geweldig, dus komen jullie eens een keer in een helder, zou ik dat zeer aanbevelen. Vooral ook wanneer je kinderen hebt. Het is gewoon hartstikke leuk daar. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles verder wat jullie verder gaan doen. En ja, ze zeggen ook smakelijk eten. Bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond nog erbij gewenst. Voor later op de avond wens ik jullie natuurlijk ook een welterusten, een gezonde nacht. En graag tot aan de andere kant van diezelfde nacht en wel gezond opstaan. Ja, want anders heb je er helemaal niks aan. Nee, je kunt beter maar niet ziek zijn. Of wel dan, want dat is ook weer niet zo fijn. Maar ja, oké, kan op die zit weer water te scheppen. Eeuwen die zitten te wassen. En ja, wel waar, Rijka ligt in de mand. En dat lag ze al bij Ruud. Die lag bij in Bibi haar mand. Zo moe is ze, dus ja. Lekker laten gaan. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.